Zijn we er weer helemaal klaar voor, Rob? Dat betekent ja. Goed. Goedemorgen! Of goedemiddag. Of een hele goede avond. Je kunt ook een gegeven moment z'n avond. Goedemorgen! Of goedemiddag. Of een hele goede avond. Ja. Wat we hebben geen idee. Wanneer jullie zitten kijken. Hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Magic Shop TV. Deel 68. En dat is goed. Ja. Wat is dit? Dit is de Spirit Bell. Oké. Okay. Ja, er zit kennelijk een soort geestje in, zeg maar. Mm-hmm. Die laat af en toe die bel rinkelen. Als het goed is. Als het goed is. Oh, oké, okay, dat is wel lachen. Nou, dat is Gert. Ja, dat is Ron. En dat klopt. En dat klopt ook. Als ik dat de hele tijd doe, word ik een beetje gek vind. Oh, nou, dan leg ik hem wat ik al. Dan schuif ik hem even opzij. Wel een mooi ding trouwens. Dit is de Spirit Bell? Spirit Bell. Hebben wij ook. Ja. Ja, nou, hartstikke. Ja, dat zie je toch? Ja, dat zie ik. Nou, ik leg hem eventjes aan de kant. Dus niet dat de mensen denken dat het geëdit is, hè? Nee, nee. Dat ze denken van, hé, dat is gemonteerd, dat geluidje. Dit is echt. Nou, lachen. Oké. Okay. Wat hebben we vandaag? Nou, de Spirit Bell. Nou, dat klopt. Bentley? Ja. Ja? De Changeling. Mm-hmm. En de verdwijngimmick. Wat gek, wat dat ding nu al. Ja, ja. Verdwijngimmick, leuk. Ja. En we hebben er nog een, hè? Ja, we hebben nog een kaartdoosje. Cardcase. Ja. En we hebben natuurlijk weer de nieuwe Magic Shop Top 5 ja. van deze week. Absoluut. Met een klapper. Ja. Ja, van de week. Dus... En de Spirit Bell, ja, sorry, natuurlijk helemaal vergeten. Hey, waar gaan we mee beginnen? Ja, ik heb geen idee. Zeg maar eens. Begin jij maar ergens mee anders. Ja, we hebben er vier, dus nou, dan moeten we opschieten. Ja, oké. Okay. Zullen we eerst die cardcase doen? Prima, leuk. Zeg maar wat dingetje. Met, waar van alles nog wat mee kunnen doen? Zal ik de bel even aan de kant gooien, want die, staat, oh, die stond al uit beeld. Oké. Okay. Het is, je kan er onder andere een kaartdrukje mee doen. Ja, vandaar dat het natuurlijk een cardcase is. Oh, ik vroeg me dat al af. Ja, nee, want er zat natuurlijk wel een coincase geven. Voor jij mag een kaart kiezen, zeggen ze ergens stop, waar je maar wil. Stop. Hier zo? Yes. Oké. Okay. Bekijk kaart, weet je wat, ik mag hem ook zien. Je mag hem ook zien? Ja. De Reuten 8. De Reuten 8. Ja. Nou, dan gaan we iets dramatisch mee doen. Oh jee. Vrouwen? Vrouwen? Dat is zonde. Zonde. Maar doe toch? Ja. En. Waar is dit 5 eurotje voor? Dat weet ik niet. En we scheuren hem door het midden. Mm-hmm. Nog een keertje. En scheuren ze ook allebei door het midden. Ja. Nu hebben we een verscheurde kaart. Ja. Dat is de Reuten 8 die in 4 stukjes heb gescheurd. Maar dit is een heel speciaal doosje. Ik haal eventjes een beetje zo. Dan is het beter voor de camera. Kijk, zie je? Ja. We gaan de kaart, de verscheurde stukjes, keurig netjes in het doosje leggen. Even voordat je verder gaat, hè? Ja. Nou, nu je aan het scheuren bent, dan denk je natuurlijk een hoop kinderen. Die denken, oh, wacht eens even, Bicycle, 2,95, zonde van het spel. Ja. We hebben hele leuke, goedkopere kaartdeks waar je dit soort trucjes perfect mee kan doen, hè? Ja. Dat is die goedkope kaartset. Kost 2 euro op je 2 decks en het is gewoon bicycle kwaliteit. Tenminste, het is geen bicycle kwaliteit, nee. Maar je kan ze uitspreiden, je kan er een waaier mee maken vanuit het deck. En ze zijn poker size. Ja. Dus even een klein beetje reclame tussendoor. Goed. Tussen de reclame door, reclame door. Tussen de reclame door, deed ik nog even een reclame. Goed, dit is een heel mooi doosje, die kan namelijk die kaart weer heel maken. Oké. Okay. Ja? Ja, ik ben heel benieuwd. Het doosje gaat dicht. Ja. Je knipt in je vingers, dat doe jij ook altijd. Ja, dat... Ja. Je maakt het doosje weer open. Belletje gaat. Kijk! En de kaart is weer. Ah, nice. Grappig, hè? Ja, dit is heel leuk. Dit is heel leuk. En de kaart is ook gewoon te onderzoeken, te controleren en... ja, leuk. En de rest van het doosje is... Is leeg. Ja, leuk. Leuk. Wat dingetje. Ja, dit is heel leuk. Ja, cardcase, het is al een oud dingetje natuurlijk. Ja. Dit is de goedkope versie. Mm-hmm. Die kost volgens mij 5 euro. Fantastisch. Maar we hebben ook van Tenjo. Tenjo, ja. Ja, die is wat mooier en heeft nog iets extra's. Ja.
Ja, maar die is wel een zit een ander prijsje aan. Ja, die is een stukje duur. Ja, te gek. Leuk. Nou, dat is de card case. Mag jij? Zal ik dan met dat 5 euro even changeling doen? Ja. Ja, dat is wel... Oké, changeling is eigenlijk een hele oude truc, in principe. Dat wil zeggen, de truc is niet oud, want anders dan demonstreren wij het natuurlijk niet. Maar het principe is oud. Het is namelijk een... hoe heet zo'n ding? Een bill switch. Een bill switch. Oftewel, je laat een briefje van in dit geval 5 euro, laat ik veranderen. Of ga ik veranderen in, proberen in bijvoorbeeld 10 euro. Als jij ergens in de crew bent, zeggen ze allemaal, hé, we gaan gewoon, verander dit is een... Ja. Ken je dat? Ja, dat ken ik. Nou, goed, ik heb hier een briefje van 5 euro, ja. Maar ik ga het niet in mijn handen doen, ik ga het in jouw handen doen. Dus als jij je hand nu ophoudt, ik leg dat briefje van 5 euro in jouw hand, jij mag je hand sluiten, dat ik er niet bij kan. Het enige wat ik doe, is ik draai je hand één keer zo. Ja. Ik draai je hand één keer terug. Ja. Ik maak een magische beweging. Ja. Ik laat het belletje niet klinken deze keer. En als jij je hand nu openmaakt, dan zie je dat het bankbiljet veranderd is in jouw hand in een van 10 euro. Leuk. En dat is change. Ja, maar ik heb hem voor het eerst gezien in Blackpool. Ja, ik ook. En werd hij ook bij mij in mijn hand gedaan. Ik vond het wel bijzonder. Ja, het is gaaf hoor. Het is even knippen en plakken, zeg maar. Je kan het biljet ook niet uit handen geven. Dus je ziet dat ik haal het biljet uit zijn hand. En ik zeg oké, bedankt. En ik stop het weg. En eventueel kan je bijvoorbeeld in je borstzak of in je zak een switch maken als je dat zou willen. Of je doet het gewoon op deze manier. Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan hem bijvoorbeeld ook in de lucht doen. Hè. Dus je hebt bijvoorbeeld 5 euro en je maakt de switch visueel in de lucht. Heel clean. Je hebt niks in je handen. Je hebt geen... Nee, het is op zich wel heel mooi bedacht. Nee, het is fantastisch. Het is fantastisch. Ja. Het enige nadeel, als je toch over nadelen wil praten, je moet hem... Nee, niet. Nou, dan niet. Nee, het enige nadeel is dat je hem zelf in elkaar moet knutselen. Ja. Dat is ook wel weer meteen het voordeel, want als jij hem bijvoorbeeld van 5 euro naar 10 euro wil maken, dan kan dat. Als jij hem in Canadese dollars wil maken, kan dat. Als je het in Chinese yen kan maken, dan kan dat. Als je het in Zwitserse franken wil maken, kan dat. Oh my. Als je... Nee, denk ik. Je kan zelfs van Zwitserse franken naar de Europese euro's. Zo? Ja, je kan ook naar de Nederlandse euro's, je kan naar de Amerikaanse euro's. Nee, alles is mogelijk, dus je kan het zelf maken. Als laatste een jongen die zei, hey, je kan het ook van wit papier geld maken. Alles is mogelijk, want je moet het zelf maken. Dus hou wel rekening mee dat als je de gimmick maakt, dat je dan, in mijn geval, je moet iets vermaken, zeg maar. Dus het kost je wel... een biljet, maar dat legt hij ook uit, bewaar je afval en als je ook nog eens een keer in geldnood zit, dan kan je je biljet weer opnieuw herstellen. Dus. En dat is changeling. Super gaaf, super visueel, niet heel moeilijk, sterker nog, heel makkelijk eigenlijk. En top, heel visueel, heel gaaf. Dus. Prima. Yes! Wat wil je doen? Ja, doe eens gek. Of zo even naar de top 5 kijken. Dat is ook leuk. Ja? Ja. Dan gaan we eventjes over naar de top 5 van de week 68. Tot zo. Hey, dit is hem weer. De top 5 van Magic Shop TV. Deel 68. We hebben weer 5 hele populaire golftrucs. En we hebben 2 nieuw binnenkomers. Waarvan 1 de klapper van de 2 weken. Maar eerst op nummer 5. Net zo 5 als vorige week. De Hummerkaart, waarbij een gekozen speelkaart zelf om je lijf kan zweven. Op nummer 4, 2 plaatsen gezakt ten opzichte van de vorige keer, maar nog steeds wel erg populair. Card Changer, super gaaf golfdruk, waarbij het lijkt alsof het een Hollywood effect is. Op nummer 3, nieuw binnengekomen in deze top 5. En ook terecht, want het is een hele leuke golfdruk. Paul de Octopus, waarbij een kaart gekozen kan worden door een octopus in een maat. Op nummer 2, 1 plaats gezakt ten opzichte van de vorige keer. Dat is de nog steeds populaire bijtkaart. Waarbij een gekozen kaart wordt gekozen uiteraard. En een stuk eraf wordt gebeten en weer teruggespuugd. Nog steeds heel gaaf, maar hij heeft plaatsgenomen voor de nieuwe nummer 1. En dat is absoluut de... van de 2 weken. En dat is namelijk de verdwijngimmick versie 2. Verdwijn Gimmick 2.0, mega populair en terecht ook, want hoe gaaf is het als je met je blote handen iets kunt laten verdwijnen. Straks in Match op TV, laten we hem nog even zien. En dat was hem weer, de top 5 van deze week. Wil jij invloed maken op de top 5? Wel,
Dat heb je, want alles wat jij koopt, dat wordt meegenomen in de berekening van de nieuwe top 5. En over 2 weken zie jij weer. Nou, dat was de top 5. Ja, een hele verrassende nummer 1. Die gaan we straks nog heel eventjes laten zien. Eigenlijk niet heel verrassend, want we hadden al heel veel vragen gehad. Hey, doe die verdrijving ik weer. We gaan hem straks even doen. Ja. Ja? Maar eerst wilde jij Bentley doen. Bentley. Te gek. Er zijn natuurlijk al heel wat buigende trucs op de markt verschenen. Mm-hmm. De lepels, de vorken. We hebben de laatste natuurlijk heel mooi laten zien. Schroevendraaien. Schroevendraaien. Maar je kunt het ook heel simpelweg doen met een... Paperclip heet dat. Paperclip. Nou, goed. Let op. Doe het even in die camera. In die camera. Dan, ik ben heel benieuwd. Ah, jij ook. Ja, ik ook. Ik zal mijn mentale krachten even verzamelen, bundelen en richten op deze... Ja. Goed, daar gaat-ie. Wauw. Nou, dat is wel gaaf. Goed, dat is goed nu. Ja. Dat is het enige nadeel altijd, hè, bij dit soort trucjes inderdaad. Dat je... Het is meer een 1-op-1 of een 1-op, nou, klein groepje. Ah, het is wel heel mooi, je ziet hem echt helemaal visueel buigen. Nou, het is nog vroeg, ik zei al, want volgens mij als je hem iets meer oefent dan dat wij doen, zeg maar, dan kan je hem volgens mij helemaal horizontaal krijgen, toch? Ja. Tenminste, dat heb ik gezien in het promo filmpje. Maar het is wel gaaf, ik bedoel 90 graden gebogen, dat is wel super, toch? Precies. Ja. Nog wat handen geven dan ook. Ja, dit is wel te gek hoor. Leuk toch? Ja, dit is wel te gek. Het is inderdaad natuurlijk wat minder goed zichtbaar als dat je een vork laat buigen. Dus het is niet voor een groot publiek bedoeld. Dat is duidelijk. Nee, maar het is wel een herkenbare item, zeg maar. Ik bedoel, je pakt een paperclip. Iedereen heeft zo'n ding. Ja. Iedereen kent het. En with the power of the mind. Zo. Mooi. Hey, top. Bentley. Wat krijg je? Je krijgt de DVD met de beschrijving hoe je het moet doen. Ja. En je krijgt een zak paperclips, zei je. Een zakje paperclips, hè, zijn het niet helemaal zakje. Dus er zitten een stukken wat in, daar kan je alvast even mee gaan, mee gaan spelen, mee gaan oefenen. En nou volgens mij, te gek. Hallo. Leuk. Goed visueel. Het is echt een... Ook weer slim verzonnen, toch? Ja, dat sowieso. Absoluut. Ja. Nou, te gek. Bentley. We gaan erdoor als de brandweer. Nou, dan de laatste. Verdwijn ik hem. Ik ga eventjes staan, want dan kan je het beter volgen. Ja, ik doe eventjes, ik kleed me even om. Ik ga even staan en dan ga ik daar staan bij de kaart. Ik wacht. Ja, oké. Oké, nou dit is de verdwijngimmick. Dit is een van de trucs die ik meestal in de winkel doe. Als iemand zegt, hey, kan je de verdwijngimmick laten zien? Ja, dat kan. Ik heb 2 ringetjes. Je mag ze even controleren, bekijken, onderzoeken, mee naar huis nemen. Ja. Nee, neem ze niet meer naar huis. Nou, heel belangrijk, op 1 ring zit een gat. Ja. Zie je hem? Ja. Want heel veel mensen denken, als je deze truc doet, dat je ze in elkaar gaat haken. Dat ga ik niet doen. Je kan ze namelijk een beetje... Oké, voor jou is deze truc lastig. Je kan ze een beetje statisch maken. Leuk weer. Nou, je kan het ook zo doen. Ja. Die verwacht ik niet. En als je ze een beetje statisch maakt, dan kijk, dan blijven ze aan elkaar haken. Zie je? Ja, dat is wel grappig, hè? En het leuke is ook, je kan een beetje zo doen en dan blijven ze aan elkaar haken. Het enige nadeel is, niet iedereen kan het. Nee. En de reden dat je het niet kan, is omdat je namelijk maar 1 ring hebt. Dus je kan het controleren, bij de huisnemer, onderzoeken enzovoorts. Ja, dat is toch wel, hè? Hoor je? Nou, dat kan. Wat wel heel bijzonder is, dat het wel met 2 ringen werkt. Oké. Zie je? Dus, leuk. Dat is de verdwijngimmick. Terug naar de studio. Ja. Nou, en dat is de verdwijngimmick eigenlijk. Ja. Toch een leuk ding, hè? Geweldig. Tenminste, ja, ik vind het heel gaaf. Mag ik me heel eventjes... mag ik er even bij? Oké. Okay. Nou, dit is het. Dit is wat je krijgt. We hebben op internet heel veel reacties op gekregen. Ook heel veel vragen meteen. Van, hey, kan je dit, kan je zus, kan je zo. Dus, het kan met korte mouwen, zoals je gezien hebt in het filmpje. Je hebt eventjes wel iets van een jasje nodig. Of een overhemd, kan ook. Ja. Wat krijg je er allemaal bij? Nou, een doosje. Ja, dat is op zich wel mooi. En daar zit de verdwijnkimmick in. En ook die ringetjes. Die twee ringen die je hebt. Yes.
Dus een aansteker zit er niet bij, maar heb je vast thuis wel. Een theelepeltje kan je iets mee doen. Zit er niet bij, maar heb je vast thuis wel. Een bankbiljet. Nou, ik heb er net van 5 10 gemaakt. Zit er niet bij, maar heb je thuis wel. Een muntje zit er niet bij, heb je thuis wel. Dus eigenlijk, we leggen het er wel allemaal uit, hè, in het filmpje. Er zit een 20 minuten durende instructie-DVD bij. Maar dan via een link op video. Dus geen DVD. Ja, we leggen eigenlijk, vind ik, wel heel uitgebreid alles uit. Als je het mij vraagt. Dus, te gek. Ja. Is hij stil? En nummer 1. Ja, hè? Je hebt absoluut 100% nummer 1. Want het is met stip op nummer 1. Dus, nou ja, goed. Dat is de verdwijngimmick. Hadden we nog wat te melden? 2. Nou, misschien kunnen we even vertellen dat we binnenkort een lezing hebben. Nou, binnenkort. Nu nog een leuke 4, hoor. Nou, dat is binnenkort. Oké. Okay. 29 april. 29 april. John Carney. Niet te verwarren met... John Kerry. Want die is al geweest. John Carney. En nou, het begint eigenlijk bij hem een beetje vol te lopen, ja. Op zich wel. Dus... een aardig loop, ja. Het is... Wacht niet te lang. Nee. Want ja, onze ruimte is inmiddels ook beperkt geworden. We kunnen niet meer 100 man kwijt. Nou, het kan wel, maar dan zitten jullie buiten. Dus. We zijn trouwens één ding vergeten. En dat is? Ga ik je nog even vertellen. Die Bentley, nee, Changeling. Ja. Als je klaar bent, kan je die aan het Hallen geven? Ja, dat kan. Tuurlijk. Maar ja, dan zien ze wel hoe het werkt. Nog wat. De Gonzo. Heel goed, de Gonzo gimmick. We verwachten hem eigenlijk over een week binnen te krijgen. Ja. Dus het is vandaag zaterdag. Ik denk dat we hem volgende week binnenkrijgen. Ik hoop het wel. Als jij hem nu nog bestelt in de pre-sale, dan doen wij er gratis dat... Die pen twister kaart bij. Die zit er volgens mij, van wat ik begrepen heb, niet standaard bij. Bij ons krijg je hem er gratis en voor niks helemaal bij. Maar alleen... In de pre-sale. Dus doe je voordeel mee. Ja. Nou, dat was het, hè? Ja. Volgens mij zijn we zover dat we klaar zijn. Bedankt voor het kijken allemaal. Ja, en tot... Tot de volgende keer. Over 2 weken. Ja. Even nog, er zitten 3 mannen op een boot. Ja. Mike zit voorop. Ja. Kees zit achterop. Hoe heet die man in het midden? Dat heb ik niet altijd weten natuurlijk. Natuurlijk wel. Nee, joh. Roep. Ja, Mike zit voorop. Kees zit achterop. Het is toch om te gieren. Hey, tot kijken. Tot ziens.